De rechtszaak tegen Jasper van Amstel, ex-directeur van Stadion Gelredome, die in november zijn vrouw Frederike Warburg vermoordde, vond donderdagmiddag plaats in het Paleis van Justitie in Arnhem. U woont hier ook zelf in de buurt? Ik woon hier achter, ja, in de Klaverstraat. Hoe voelt dat voor u als buurtbewoner dat zoiets hier gebeurt? Ik hoorde het en ik schrok er een beetje van. Ik schrok er een beetje van, ja, zodoende. Ja. Maar zoiets verwachten we natuurlijk nooit. Nooit hier in de buurt, nee, dat verwachten we zeker niet hier. Nee, dat is de eerste keer. En ik had helemaal niet verwacht van iemand dat je zoiets zou doen. Dat hebben we helemaal niet verwacht, want het was een aardige man. Je kan er goed mee praten en dat. Hoe heeft u die man zelf altijd ervaren dan? Nou, ik kwam vroeger ook al veel bij Vitesse en dat, weet je wel. En ook in de business is allemaal. Dan kwam je hem altijd tegen en dat. En dan ook een praatje maken en dat. Het slachtoffer, kent u haar ook? Ja, we deden ook wel het gedag zeggen en dat. En dan ging ik weer. Hoe ervaart u dat nou, dat zoiets in uw buurt gebeurt? Wisselijk, toch? Ja, daar heb ik geen woorden voor. Maar vooral voor die kinderen, hè. Vreselijk. Ik weet nog wel als ze hier kwamen wonen. Hoe lang woonden ze hier? Vanaf 2004.